We zijn op Cactus Festival vandaag en de man hier naast mij heeft het festival geopend. Het is Tamino en het was, ja, de wei stond gewoon al helemaal vol. Hoe was het voor jou? Heel leuk. Het was super tof. En mijn tweede keer hier in Brugge en beide keren waren fantastisch. Merk je al een verschil in opkomst of een verschil in publiek? Wat ik telkens merk is eigenlijk dat het van jong tot oud is. En dat vind ik geweldig om te zien. Voor de rest, ik vind het nog altijd gewoon maf om zoveel mensen te zien die ik niet persoonlijk ken. Nog altijd, want je hebt vorige week bijvoorbeeld Werchter gespeeld, dat stond daar vol. Ja. Het was een van de beste concerten op Werchter ook, volgens de morgen, jawel. Ah, ja? Ja, ja, ja. Is dat dan op een bepaalde manier toch anders voor jou, zo'n massapubliek op Werchter en dan hier op Cactus, waar het toch iets minder is, maar toch ook nog altijd veel volk natuurlijk, hè? Ja, dat is sowieso anders, maar ik zou niet het van het een kunnen zeggen dat het leuker is dan het ander of zo. Maar Werchter was gewoon een ontladingmoment, hè. Dat was echt zo van een moment dat ik heel hard naartoe had gewerkt. Maar ik geniet er evenveel van. Allee, echt. Staan er nog zo'n grote festivals of concerten op de agenda deze zomer? Want ik zie dat je ook veel in Nederland moet spelen. Hè? Ja. Ja, veel in Nederland, maar dat is nog niet zo groot. Dat is, begint. Maar zo echt zo groot als Werchter, denk ik niet hoor. Natuurlijk, als je Werchter hebt gehad, dan. Allee, ik bedoel, dat is toch. Stond dat van boven op je bucketlist of heb je andere dingen op de bucketlist staan? Ik heb niet echt qua festivals dingen op een bucketlist staan. Maar. Wel. Wat sowieso op mijn bucketlist stond, was gewoon voor mijn muziek aan zoveel mogelijk mensen. Bij zoveel mogelijk mensen te krijgen. En ja, dat is wel iets dat nu aan het lukken is, dus dat is wel fantastisch. Ja. En je bent nog maar 20, hè? Ja, ik ben 20 jaar. Is dat dan, als je zo jong eigenlijk al zo'n dingen mag doen, beïnvloedt dat jouw dromen voor de toekomst bijvoorbeeld? Ga je dan groter dromen? Op een manier misschien wel. Het ding is dat België is ook wel een klein land natuurlijk. Dat besef ik heel goed. Ik heb altijd wel. Ik, op een manier wist ik altijd wel van dat gewoon klein is en dat er ook sneller veel mensen je kennen of zo. Durf je groter dromen? Want dat is een moeilijke vraag en waarschijnlijk ook moeilijk om te beantwoorden. Maar ik neem aan dat jij toch wel iemand bent met grote dromen, toch? Ja. Als mijn muziek mij op toffe plekken kan brengen, dan ben ik heel blij. Ja. Dus. Daarnet, we hebben jou gevolgd tijdens de signeersessie. Wat ik daar ook opmerkte, dat er heel veel verschillende mensen stonden. En wat ik ook zag, is dat heel veel mensen echt niet alleen een handtekening vragen, maar effectief even blijven plakken en babbelen met jou en vragen stellen. Wat zijn zo de dingen die vaak naar boven komen? Ik denk dat veel mensen nu geïnteresseerd zijn in hoe dat de afgelopen maanden voor mij zijn geweest. Omdat die heel hectisch waren en hoe dat ik mij daarbij gevoeld heb, denk ik. En vaak vertellen ze mij ook gewoon wat dat mijn muziek een beetje voor hun betekent. En dat vind ik echt. Wat is het mooiste compliment dat je al hebt gehoord, bijvoorbeeld? Ik denk. Als mensen zeggen dat het geïnspireerd heeft bij bijvoorbeeld een keuze om volledig te gaan voor iets dat ze altijd al hebben willen doen of gewoon bij een verwerkingsproces of zo. Als het echt iets heel belangrijk is geweest in iemands leven, dat vind ik altijd wel heel speciaal. Herinner jij het nummer dat het belangrijkst was voor jou in jouw leven en dat jou beïnvloed heeft? Dat zijn er heel veel, hè. Dat zijn heel veel nummers. Ik zou niet één naar voren kunnen schuiven, maar ja, muziek is. Muziek dat kan je leven veranderen. Allee, ja. Absoluut. Jouw tijd is hier bijna op, dus ik ga nog een korte laatste vraag stellen. Jij bent heel veel aan het optreden deze zomer. Wat doe je eigenlijk daarnaast? Want ik
nu zelfs ga je naar huis, neem ik aan. Ben je dan een nieuwe muziek aan het schrijven of ben je aan andere dingen bezig? Ik ben eigenlijk gewoon heel de tijd aan het schrijven. Het is eigenlijk grappig die vraag, want dus de laatste maanden waren heel druk en alles zat vol. Vooral promo dingetjes en ik heb ook een clip opgenomen waar veel tijd in zat. Maar nu denk ik dat ik gewoon heel veel ga schrijven en een beetje rustig aan. Ja, het is toch anders, hè? Want je hebt je vorige EP natuurlijk kunnen schrijven toen het nog veel rustiger was en toen je nog studeerde, denk ik ook zelfs. Ja. Als je nu schrijft, wat is voor jou het grootste verschil? Kan je nog altijd evenveel inspiratie vinden daarvoor? Ja, dat is sowieso. Maar misschien het grootste verschil is dat ik nu weet dat er echt mensen zijn die erop zitten te wachten. Met mijn EP was dat allemaal nog niet duidelijk. Dat brengt ook wel verwachtingen met zich mee. Maar tijdens schrijven probeer ik dat zoveel mogelijk uit te zetten. Ja. Eigen ding te doen. Ja. Ik wens jou heel veel succes en ik ga jou gewoon vrijlaten om naar jouw vrienden van het Zesde Metaal te gaan kijken. Dank je wel. Veel plezier. De morgen. Meer